is Thomas Merenboer. Ik ben de kinderburgemeester van gemeente Bergen. Ik sta vandaag in Kamperduin op het strand. En hier zijn de jongens uit school. En ik ga ze wat vragen stellen over wat zij nu doen in coronatijd. Dus kom er gezellig mee. Hey, kijk, er zit iemand. Hi. Hey, hallo. Hi. Mag ik jou wat vragen stellen? Tuurlijk. Wat vind jij van corona? Nou, corona vind ik voor ons bedrijf niet zo fijn. Ik denk dat het voor de meeste mensen niet fijn is. Maar door corona hebben wij een heel bijzondere 2020 meegemaakt. En dat komt voornamelijk omdat wij normaal heel veel groepsuitjes en evenementen organiseren. Ja, dat kon natuurlijk helemaal niet doorgaan. Wat vond het jaar het stomste aan dat je niet meer van die uitje kon geven? Ja, dat wij niet meer naar buiten konden. Normaal staan wij heel graag voor de groep. Heel veel kinderen die hier heel veel activiteiten doen. En dat kon gewoon een stuk minder. En doe je nu al iets voor de kamp voor dit jaar? Wat voor ons een positief ding is aan corona is dat wij naast dat we groepsuitjes organiseren, is dat we een glamping hebben opgestart. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. We hebben heel veel gezinnen met heel veel kinderen die ontvangen hier in Kamperduin. Die hebben geslapen in tipi-tenten of in juts. En die zijn hier dan de activiteiten komen doen. Ja. En dat gaan we volgend jaar op 3 verschillende plekken doen. Ja, en daar hebben we heel veel zin in. En op welke 3 plekken zijn dat dan? We gaan naar Petten aan het strand. Camping Bakkum in Castricum. En we gaan naar Zweden. Dus je kan alleen maar naar Zweden om uitjes daar te doen? Je kan helemaal naar Zweden. Daar zitten we op een prachtig eiland. Aan het strand. En daar kun je helemaal naartoe gaan met je familie om te gaan suppen of te gaan kiten of te gaan skaten of te gaan surfen. Dus ja, graag zelfs. Wat heb jij voor het nieuwe jaar? Waar wij heel veel zin in hebben is natuurlijk weer dat corona weg is en dat we weer heel veel gave dingen hier kunnen doen. Maar wat we het meest zin in hebben zijn de zomerkampen. Wij ontvangen hier elk jaar wel 1500 kinderen en daar hebben we echt het meeste zin in.